Woonsteden heeft gekozen voor een renovatievideo omdat beelden meer zeggen dan bijvoorbeeld tekst. Voorheen stuurden wij altijd een informatiebrochure bij renovaties, maar mensen lezen steeds minder. Vandaar dat wij gekozen hebben voor beelden waar je echt kunt zien wat een renovatie precies inhoudt. Waterborg Wonen heeft er bewust voor gekozen om een renovatievideo in te zetten, omdat we merken dat onze klanten de renovaties zowel over- als onderschatten. Overschatten wil zeggen dat zij de werkzaamheden zo bezwaarlijk denken te vinden dat ze niet meedoen met een renovatie. Onderschatten wil zeggen dat ze zo blij zijn met een nieuwe keuken, douche en toilet dat ze de gevolgen van de werkzaamheden onderschatten en dus daarna niet altijd tevreden zijn. Roxje heeft gekozen voor het inzetten van een renovatievideo omdat het een krachtig middel is. En je kunt snel de huurder bereiken en adequaat laten zien in een kort tijdsbestek wat er zo al komt kijken bij een renovatie. We hebben hem ingezet in een plenaire bewonersbijeenkomst. Dus we hebben hem op groot scherm laten zien. Echt gepresenteerd van nou, dit staat u te wachten. Het is niet alleen maar leuk. Maar vervolgens hebben we de DVD ook meegegeven in het informatiepakket. Zodat de bewoners ook nog op hun gemakje thuis na konden kijken. Als je nou kijkt naar YouTube of internet, hoeveel corporaties tegenwoordig niet steeds meer een filmpje op internet zetten. Ik denk dat het gewoon een nieuwe manier van communiceren is. Dus je bereikt meer mensen door beelden te laten zien. Ja, het gaat erg rammelt en beweegt. De brochure is niet altijd toereikend. Er wordt maar weinig van gelezen. Ontdekken wij zelf ook helaas. Dus hier kun je gewoon veel meer mensen mee bereiken in een kort tijdsbestek. Toch veel informatie verstrekken. Woonsteden heeft voor ProImpact gekozen omdat ProImpact met name ervaring ook heeft in de corporatiewereld. En wij vonden het erg prettig om ook gebruik te maken van het materiaal wat ProImpact al beschikbaar heeft. Het sprak ons heel erg aan dat zij zich toch als bedrijf uit Almere kunnen vereenzelvigen met een plattelandscorporatie, wat wij gewoon zijn. Dat hebben wij met bijbetaling hebben wij zelf erbij aangemaakt. Mooi, echt mooi, maar dat kan allemaal. Je kunt dan... Ja. We zijn betrokken. Klein. We hebben 19 kernen waar we in werken in 4 gemeentes. En ProImpact heeft die sfeer heel goed kunnen weergeven in een video. We willen met deze video aan onze huurders laten zien dat het niet alleen maar mooi is wat er komt. Hè? Dus het wooncomfort wordt inderdaad natuurlijk verbeterd. Dat is het uitgangspunt. Maar er is nog een weg te gaan om tot dat wooncomfort te komen. Dat houdt toch een stukje overlast in. Dat wordt wel gezegd en daar wordt over geschreven. Men wordt erover geïnformeerd. Maar het is toch vaak in de praktijk anders. En met zo'n video kun je dat heel goed laten zien.